Ja, ja, hier is Visje weer en ben je samen met Remco. En dit is een wedstrijd in de WK-kwalificatie. WK is het inderdaad. Voor Qatar natuurlijk. Ja, we hebben natuurlijk die andere wedstrijd gespeeld. Dit is toch wel een andere wedstrijd, zie je maar weer. De aanval van de Zweden, 79 toch? Ja, verdediging vind ik wel een beetje matig. 75. Ja. Spanje is natuurlijk gewoon over het algemeen een goed team. Maar in de kwalificatie staat Zweden ook eerste. Ik mag aannemen dat ze wel winnen van de nog wat zwakkere. Want ze moesten natuurlijk ook eens zwakker, want Zweden was... Spanje is 2 en Zweden 1. Dus 1, ja, hoe dan ook, moest ze tegen een lagere nog. Dus we weten het niet, de uitslag. Maar ja, dit is wel leuk om naar te kijken. Jij zei al, Zweden draait toch best wel goed, hè, zonder Ibra. Ja, ik zou alleen nu niet weten. Ja, ik denk dat ze met de Isaac nu spelen in de spits. Die hebben nog een tijdje terug bij Willem II gespeeld. Nu bij of Villarreal of een van de andere Spaanse ploegen. Maar wel goede speler. Ja. Ik hoorde iets dat Ibrahimovic wilde nog wel opgeroepen worden. Als het echt nodig was. Ja, dat zou ik ook willen. Ja, als hij zo lekker op WK zit. Nog even een laatste kunstje. Maar hij is 40 toch? Zoiets. Ja, hij is wel goed op zich. Vond ik. Hij is nog steeds bij AC Milan misschien een van de betere. Mm-hmm. Ja. Hij is wel veel geblesseerd volgens mij. Dus ik weet niet of hij dat... Maar ik weet niet of dat Zweden moet doen. Jongens. Ze hebben toch alles gedaan zonder Ibrahimovic. En je ziet toch, als je zo'n verdet weer erbij gaat halen, gaat denk ik toch alle aandacht weer naar hem toe. Voor de andere spelers wel lekker. Maar ja, het is wel een beetje zonde. Maar dan ga je toch iemand eruit halen die al die tijd voor jou heeft gevochten om te kwalificeren. Ja, ze zeggen wel vaak van, die hebben altijd zo iemand nodig om een beetje voor het team te spelen, toch? Zeggen ze. Mm-hmm. Maar het kan ook negatief. Als hij misschien, als hij bijvoorbeeld niet erg vindt om bijvoorbeeld een beetje op de bank en dan een beetje voor de nood, gewoon een beetje gewoon als soort boegbeeld van het Zweedse elftal. Ja, voor gewoon even de laatste storm, nog eventjes kijken of een extra spitsje erbij en dan Ibra erbij. Al denk ik niet dat hij daar genoeg voor neemt, want jij weet hoe die is. Ja. Als iemand vol van zichzelf is, dan is het Ibrahimovic. Ja, precies. Ja. Maar ja, deze wedstrijd, wat gaat het worden? 2-2. Aha. Ik denk dat Spanje met 1-0 gaat winnen. Dus, laat je voorspelling even achter bij de comments. En hier is de wedstrijd. We hebben dan het Spanje. Zullen we spelen met Madrid of zo? Metropolitano, dat is... Mijn naam is Sierte Vos. Nu ben ik dat ik in Spanje ben. Geven we vandaag tekst en uitleg bij deze... Dit is echt wel, echt gewoon... Spannende wedstrijd. Oh, dan moet ik hem even over. Met Zweden. Zie het jij natuurlijk ook van harte wel en vast die bal. Die animatie ziet er wel een beetje raar uit, maar even wel. Daar gaat hij langs de tegenstander. Doelman het. Oh. Ja, lekker. Ik vind wel lekker dat hij gewoon die afschoten niet meer uit als pisballetjes, zeg maar. Heel vroeg in de wedstrijd had hij daar bijna de score geopend, maar dat wordt voorkomen. Nou, ga mee de stamina in ieder geval. Een miserabele voorzet, zo in de handen van de doelman. List het buitenspel. Die niet. Oh, die niet. Dat was een geplaatst schot. Maar geplaatst op het doel natuurlijk. Tenzij dit dan weer de bedoeling was. Maar zoals de Zweed zeggen, dat is slecht. Dat is gekke. Dat mag natuurlijk ook weer. Dat is natuurlijk weer een dikke racistisch of zo. Discriminatie wat het is. Ja, niet te woke worden. Je mag toch ook geen Japanse, mag ook niet meer leuk. Dat was toch met het WK of zo? Of het EK, dat ze zomaar een soort Japans commentaar ging geven in Japan. Tijdens de Olympische Spelen was het volgens mij. De hele macht is racistisch en zo. Ja, we moeten wel, we gaan wel naar een heel rare wereld toe, hoor. Vind ik dat in dat geval. Sorry dat ik het zeg. We moeten wel een beetje kunnen geinen. Ja, toch? Of iedereen valt wel een geintje te maken. Ja, joh, geintje om te lachen mag toch? Oh, tuurlijk, zolang het maar niet echt op de man gespeeld wordt, snap je? Of op een volk. Of op de vrouw. Op de vrouw, ja. Oh, dat mag ook eigenlijk niet, hè? Op de vrouw. Ja, dat is erg, hè? Maar dan moet je echt op letten, hè, eigenlijk, hè? Ja. Net zoals de Herengrachten willen ze qua naam veranderen in Amsterdam. Ja, helemaal gek, toch? Helemaal lijpo, jongen, mensen. Serieus. En ik ben absoluut natuurlijk voor gelijkheid, dat zeker. Maar je kan ook... Oh!
Ja! Zo, kon je aanwandelen zien. Moet je nou toch kijken, Siert. Hoe je de bal raakt, wat een knal. Nou, dit is een dodelijke combinatie van richting en van kracht. Ja, dat gaat niet veel, man. De Zweden staan voor. Een achievement. Krijg je een achievement? Klinische afronding, maak een doelpunt uit de voorzet met spelersvergrendeling. Marcos Alonso. Dan zijn die niet gunstig voor de bezoekers. Maar ze hebben dan wat? Huh? Ik zet die sliding en hij hapert gewoon eventjes. Nu wordt het oppassen hoor. Alarmfase 1 voor de keeper. Go get it. Het schot wordt afgeweerd door een speler. Scheids! Hij laat de tegenstander achter zich. Wordt aangeraakt niet. Nee, wordt niet aangeraakt. Dat zag ik dan. Ja, maar die bal moet je drukken. Hij schiet gewoon te hard. Koki. Mikel Oyarzabal. En een duel op de bal hier. Heel dichtbij om gelijk. Nou, wat doet hij nou, die man? Hij loopt omheen voor zijn goede been. Zo fucking irritant. Ja. Zijn nu allemaal tweebenig. Oh, verdedigen, jongen. Oh. Sterk verdedigen op de eigen helft. Hé. Dat is het fluitsignaal voor de rust. De stand is 1-0. De tweede helft is begonnen. De bal rolt weer. Voorlopig is het Zweden. Oh nee, jongen. Laat me even, even mijn ding doen ook. Zo. Gaat dit wat worden? Wat is dit nou? Moet het doelpunt worden? Ja, ik word tegengehouden, hè. Pik. Ja, ik wil het weer mooi doen ook. Dus dat weet ik niet. Oh nee. Nee. Wat? Wat? Zag je dat nu met een hartie, joh? Een soort halve staande scorpion kick. Hij weet gelukkig nog te redden nadat hij die bal gewoon had weggegeven. Echt weggegeven. Ah, nou, wat is... Ik zag al die aanname dat het AIDS was. Oh. Hij laat de verdediger achter zich. De schot wordt geblokt, toch? Ja, geblokt. Oh, neem even mee. Up, sliding. Zo! Ik loop gewoon eruit, hoor. Oké. Okay. Oh, nee! Nee! Oh! Dan doe ik dit ook! En deze FIFA hoef je minder te verdedigen, heb je idee. Dus ik kan gewoon tegen je aanlopen en ik pak dan de bal wel. Oh, ik moet de bal van nu. Mikel Oyarzabal. De scheidsrechter denkt. Gadverdamme! Buitenspel. Pablo Sarabia. Goh, nou, neem hem mee. Na! De bal gaat achter, we krijgen een doeltrap. Doeltrap? Nee! Die bal is een makkie voor de kant. Oh, het rust mijn bal gelukkig. Jezus! Goed oh, jongens. Die camera gaat zo traag ook. Mikel Oyarzabal. Oh, via de hak! Nee, maar je ja, gaat ook heel zacht, ik kan nou, het niet aan, tot daar. Oh oh. Gaan we sprinten. Hij komt eraan. Met de bal. Nee! Hij ja. haalt hem voor zijn voeten weg. Jezus. Ah, mooie klassieke redding van de doelman. Nou, come on zeg! Oh nee. Ja, hij neemt hem. Keeper! Nee, come on. Ja, de tegenstander zal keeper. Nou, verkeken schot misschien. Nee, we zijn absoluut niet verkeken. Ik kan duidelijk. Oh, keeper! Keeper, het is Spanje! En een goede goal. Goede goal. Fuck it! Het is de blunder van de keeper. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voor de. Hij is hem kwijt. Nee, 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 scheids. Maar hij is ook niet helemaal over nee. De lijn. Echt niet. Listige steekbal. Uitspel. Jammer dat hij net te geven. Hij heeft nog geen ook, hè, anders. Dat was wel een mooie kans. Ja, dat was ook niet. Ik denk dat de keeper moet reageren.
Maar ik ben benieuwd of die keeper gewoon een kut eindmaakte omdat het inderdaad al gefloten was. Of dat hij weer een blunder maakte. Busquets. Nee! Niet ingrijpen. Zo. Spelen verovert de bal met een uitstekende. Ik heb druk ook op het middenveld. Bij mij is het redelijk druk voorin. Oh nee, niet stoppen. Oh, nou, wat een mazzel! Vierde teennagel heb. Die aanval is rood. Scheid, ik was toch een door ook. Oh, nou, dat is geen goed. Dat wordt bestraft met de scheidsrechter. Even kijken hoor, ja. Ik stak net een speler weg ook. Zo. Ga maar in de space inderdaad. Die ligt net bij de cornervlag. Knappe poging. Tuurlijk, zo kun je niet. Die stekt wel een beetje opwijzelen, toch? Of niet? Ja, lekker de 80 schoten op doel heb zo meteen. 80 schoten. Ja, ik durf je ook niet aan te vallen. Nou, als ik ging happen, dan was je er helemaal langs geweest. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte goed inschoten wel. Niets op af te dingen. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak, maar Gerard deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk volstrekt kansloos. Dat is... Wat een knal! Oh nee, tijd! Ja, daar gaan we. 2 minuten extra speeltijd wordt er gegeven. Ruimte op de vleugel om er wel voor te zetten. Oh! Redding. Nou, dit dan weer een penalty idee. Is dit weer een slechte uitslag voor deze ploeg? Die Jezus, verloren. Die titel lijkt zo goed als buiten bereik nu, Jeroen. Ja, ik vind dat je dat wel kunt stellen. En je hebt al meer schoten, maar je schiet er ook gewoon veel meer van ver. Veel meer. Ja, ja. Zoals een bekende voetballer zegt, die schiet echt niet scoren. Dat is wel zo, maar toch. Maar toch. Ja, we zeggen statistieken zeggen ook niet alles. Nee. Het zou wel echt dramatisch zijn voor Spanje, want dan zou ze hoe dan ook... Het is ook wel het idee dat ze juist de laatste tijd wel redelijk bezig zijn. Weer. Ze hadden even zo'n dalletje en nu zijn ze er aardig aan het klimmen. Ja, maar als dat gebeurt, dan is het gewoon wel play-off hoor, dit dan. Zweden weer. Dus het is wel op zich een belangrijke wedstrijd dit. Hè. Dus wat ik al zei, like je spelling even achter bij de comments, like even de video. En wij gaan er nog eentje opnemen dus. Tot later, bye bye.